Juni 1941 was de dag dat mijn wereld in elkaar viel. Zo begint het boek Schaduwliefde. Ons hoofdkarakter is een 15 jaar oud meisje genaamd Lina. Ze woont in Litouwen samen met haar mama, papa en kleine broer Jonas. Het is 14 juni en Lina zat rustig in haar kladboek te tekenen, toen opeens de Russische soldaten voor haar deur stonden. Ze zeiden dat iedereen hun belangrijkste spullen moesten nemen en moesten meekomen. Mama zei dat iedereen een koffer moest maken met hun kleren en hun favoriete spullen en dat ze moesten opschieten. Toen iedereen klaar was, hadden de soldaten buiten een wagen geparkeerd waar al verschillende mensen in zaten. Zij moesten er ook in. Jonas vroeg nog aan mama of papa ging meekomen. Mama zei dat hij nog zou komen. Lina wist dat het een leugen was, maar ze kon dat niet zeggen tegen Jonas. De wagen was vertrokken en ze stopten bij een ziekenhuis, waar iemand aan het bevallen was die de soldaten ook moesten meenemen. De vrouw en de netgeboren baby werden in de wagen gelegen en dan waren ze terug in beweging. Toen ze terug stilstonden, zagen ze een treinstation met wagons volgepropt met mensen. Jonas vroeg weer of papa ging meekomen. Mama zei ja, maar toen begon Lina te denken. Op 11 juni had ze aan de tafel gezegd dat ze het onacceptabel vond dat de Russen het land hadden overgenomen. Maar papa was al snel om te zeggen dat ze er niets van wist en dat het misschien beter is dat de Russen het land hadden overgenomen. Werkte papa voor de Russen? Zullen ze ooit nog een normaal leven kunnen leiden? Vindt Lina de liefde van haar leven? Deze vragen zullen allemaal beantwoord worden door Ruta Seppetijs in het boek Schaduwliefde. Ikzelf had nooit zin om een boek open te doen en ik speelde alleen maar videogames. Maar dit boek gaat over de oorlog. En omdat mijn favoriete spel ook over de oorlog gaat, dacht ik dat ik dit boek toch eens moest lezen. En dat het misschien wel heel interessant kon zijn. Dat was het ook. Ik vond het een heel goed boek en er kwamen veel onderwerpen voor in het boek dat ook in mijn videogames zitten. Het is een echte aanrader.